En als informateur, zijn weinig ministeries waar u geen leiding aan hebt gegeven, zal ik maar zeggen. Als, als ik u nu zou benoemen tot informateur, stel ik verplaats me even in de voorzitter van de Tweede Kamer. Ik, zeg, ik stel Henk Kamp aan, bent u trouwens beschikbaar? Nou, niemand zegt meteen nee als de Kamer wat vraagt. Maar ik denk dat er andere mensen zijn die dat heel goed kunnen. Wie dan? Nou, ik denk dat als je kijkt naar senioriteit en politieke uh, ervaring... en als je kijkt naar zijn persoonlijke kwaliteiten... dan denk ik dat Tom de Graaf een hele goede zou zijn. Ja, ook omdat Kaag heeft gezegd... Uh, iemand anders dan de VVD moet het voortouw gaan nemen. Ja, nou ja, het hoeft voor mij niet per se iemand anders dan de VVD te zijn... maar ik vind dit een hele geschikte kandidaat. Ik ken hem goed, hij heeft veel ervaring, zit op voldoende afstand, uh, vind ik. Ja. Dus ik denk dat hij geschikt uh, zou zijn voor deze eerste fase van de informatie. En als u toch bellen? Ja, weet je, die, die eerste fase van die informatie... dat gaat alleen maar om verkennen hoe er een kabinet kan uh, komen. Ja. Dat is te doen in een paar weken tijd, dat zou ik ook kunnen doen. Maar dus, als je, en bent u daarvoor beschikbaar? Ja. De, ja, maar als je daarna de echte informatie... dan moet er een regeerakkoord in elkaar gespijkerd worden. Dat is ja. maanden heel intensief werk en ik heb andere dingen te doen. Ja, de vraag is natuurlijk uh, of dat überhaupt nog kan, zo'n regeerakkoord. Want als je kijkt, als, als, als uh, meerdere partijen uh, zeggen niet met Rutte... Uh, hmm. Misschien wel met de VVD, maar niet onder Rutte, waarvan de VVD zegt: ja, sorry, wij bepalen hier zelf wel hè, wie de dienst uitmaakt. In ieder geval bij ons in de partij. Ja. Uh, en het CDA lijkt voor sorte te sorteren op de oppositie. Wat voor een kabinet kan je dan maken? Ja, niet met Rutte is natuurlijk een rare uitspraak. Als je uh, ziet dat er verkiezingen zijn geweest. Hij is tien jaar lang, ruim tien jaar lang minister-president geweest. Ja. Hij gaat naar zijn laatste kabinet, waar hij het vier jaar vol heeft gehouden. Gaat hij de verkiezingen in en hij wordt weer voor de vierde keer achter elkaar. De grootste. Dan is het wel heel raar om te zeggen, niet met Rutte. Ik zou niet weten waarom je niet met Rutte zou kunnen nou ja, gaan. Omdat er misschien, misschien wel omdat er een motie van afkeuring is aangenomen uh, ja, tegen maar, hem. Waar ging die motie? En een motie van wantrouwen net niet. Waar ging die motie van afkeuring om? Dat ging erom... Dat aan het eind van het debat, de uh, Rutte was 13 uur lang voor leugenaar uitgemaakt. Ja? En waar het in feite om ging, is dat er één gesprek is geweest van hem met twee verkenners, Ollongren en, um, en, en Jorisma. Ja? Eén gesprek en Ollongren en Jorisma zitten zwart op wit dat er niet over Pieter Omzicht is gesproken. En hij zegt, ik kan me dat ook niet herinneren. Ja. Ja, ik, maar het bleek ik, wel ik wijn te zijn. Ik vind het heel pijnlijk om dan die drie mensen om die zomaar op een rijtje als leugenaar neer te zetten. Maar zoeken. het bleek toch wel wijn te zijn. Oh, er zijn aantekeningen gemaakt waar iets anders uit naar voren komt. En daar blijkt uit dat er iets mis is gegaan. Maar natuurlijk gaan er af en toe dingen mis. Rutte, die zit al ruim tien jaar zit in een pressjekoeker. En ja. uh, iedere dag komt er van alles en nog wat op hem af. Ja. En dan ja. gaan er af en toe in zijn herinnering, in zijn doen, gaan er dingen mis. Dat is onvermijdelijk. Ja. Maar goed, u, dat hebt, zou iedereen hebben. u hebt eerder ik meen, bij WNL gezegd: ja, positie, uh, omzicht, functie, alles. Dus dat kan je niet zo zeggen in een verkenning. Omzicht gaat daar zelf over. Ja. En die had van tevoren gezegd: ik blijf ja. in de kamer. Nou, dat is, dus dat, kan je, dat is toch iets, niet iets wat ook, je zomaar vergeet. Maar dat is ook niet gezegd. Het is op een, op, een, uh, op een A4 geschreven: of daar wilden ze over gaan praten. Maar er is niet over gesproken. En wat omzicht betreft, het is helemaal niet raar. Dat als je 17 jaar Kamerervaring hebt en je kunt heel goed bekritiseren, dat je dan ook goed kunt presteren. En het is natuurlijk van belang. Hij wil ook een andere, andere bestuurscultuur. Hij wil ook een, een tegenmacht. Ja. Nou, daar zou je op het ministerie van BZK zou je dat heel goed vorm kunnen dan geven. Zegt u nou omzicht moet minister worden? Hij zou heel goed op BZK, zou die, die andere bestuurscultuur die hij wil, het organiseren van tegenmachten, dat zou die heel goed vorm kunnen geven. Maar dat wil hij niet, hij wil in de Kamer blijven. Ja, dat moet hij zelf weten, daar gaat hij zelf over en daar gaat zijn partij over. Maar dat je daarover denkt dat hij dat goed zou kunnen, vind ik heel normaal. En dat Rutte daar ook over gedacht heeft, vind ik ook heel normaal. Ja, maar daar is wel het hele gesodemieter mee begonnen. En nu zegt u het opnieuw. Ja, maar het, het, je, je mag toch zeggen dat als er een, een zeer ervaren Kamerlid is met brede steun. en die wil belangrijke dingen voor elkaar hebben. Ja. een beter functionerende Belastingdienst. een ander toeslagenstelsel. een andere bestuurscultuur. versterking van de tegenmacht. Dan, dan zou ik zeggen: dan moet je hem toch ook de kans geven om dat te doen. Ja, uh, Ton Elias.